Engelen met Harry. Hoeveel drummen moeten eraan? Dat weet jij natuurlijk ook niet. Hè? Ik heb maar één hartje. Wat is dit dan? Is zijn maaien? Gadverdamme, dat ziet er wel smerig uit. Ja, ik was in de vuilnisbak, ja. Ploep. Oké. Okay. Hé. Dommertje staat. Dit is het? Ja, dit is het. Ik bedoel, meer is het niet met vissen. Ik heb ook een beetje een ielig dobbertje ten opzichte van jij jou. Jij hebt een klein lullig dobbertje, ja. De mensen maken zich zorgen over Ajax. Nou, de hoofdreden, dat wordt natuurlijk een beetje een saai verhaal. Het is bijna net zo saai als het vissen. Luister eens even, Din, als het een saai verhaal is, laat het zitten. Want er is geen elftal, geloof me nou, geen elftal in de wereld wat 6-7 basisspelers zonder problemen op kan vangen. Het is inderdaad een saai verhaal. Ja, het is niet dat je zegt... Het is een saai verhaal, ja. Sprankelend verhaal. Nee. Maar dat had ik je voorspeld. Ja, nee, hij was keurig aangekondigd, daar ben ik blij mee. Hij zit er nog aan, Harry. Ik denk hij is vast... Ja, ik ga ook even kijken of ik mijn wurm moet hebben. Opzij. Ik ga even mijn dobbertje een beetje bijstellen, Den, want het is niks zo, hoor. Ja. Laat me kijken, ik moet dieper. Ik ga even mijn dobber omhoog trekken. Zo. Hup! Nou ga ik wat vangen. Nou ga ik zeker wat vangen. Nou zit ik op goede diepte. En jij bent bezig natuurlijk aan je afscheidstournee nu, of niet? Maar heb je het gevoel zelf een beetje? Of? Nou, nee, niet het gevoel dat ik zoals jij het neerzet. Maar ik heb wel het gevoel dat het mijn laatste seizoen wel eens kan zijn, ja. Ja, je moet stoppen hoor, na dit seizoen. Laat je nou niet overhalen tot flauwekul? Nee, ik laat me hier zeker niet overhalen. Zo van nog een jaartje mee en dan op de bank en dan kan je af en toe invallen. Dan krijgen we die. Dan schat je me verkeerd in. Nee, dus dat kan sowieso niet. Uitgesloten. Nou, een andere club is niet aan de orde. Al lang niet meer, nee. Nee, nou, dus ik ga er persoonlijk voor liggen hoor. Harry, dit is mijn laatste seizoen. Dank je. Ik heb een mooie carrière gehad. Ja, dat wou ik maar niet. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik daar waar een ander op zijn 1-32e moet stoppen, dat zijn mijn mooiste jaren geworden. Van mijn 32e tot mijn 35e. Ja, dat is waar, ja. Nou, ben je dan spekkoper of niet? Ja, zo heet dat geloof ik. Ja? Ja, dan ben je spekkoper. Dan ben je gewoon spekkoper. Ik heb 2 klontjes suiker. Perfect. Op eigen gezag. Eindelijk. Zal ik even roeren? En een wolkje. Ja, en een wolkje en er wordt voorgeroerd. Dat krijg je zelfs in het Amstel Hotel nog niet eens, man. Hier. Ja, lekker. Alsjeblieft. Mooi niks. Ja, er zit hier geen vis. Zo, dat is lachbaar, je doet niks. En er zit hier geen vis. Er zit hier gewoon geen ene malle moer. Niks. Ja, nou, nog even, wie moet Louis van Gaal opvolgen? Ja. Ja. Johan Cruijff? Ja. Zou Johan daar zin in hebben? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Johan het op dit moment ongelooflijk naar zijn zin heeft. Ja. Maar wanneer gaat het kriebelen? En gaat het überhaupt nog kriebelen? Dus wat jou betreft, wat zou jij zeggen, de nieuwe trainer voor volgend seizoen bij Ajax moet heten Johan Cruijff? Dat zou mijn keuze zijn, ja. Ik heb het al opgegeven, maar ben je, oh, ben je, ja, nou, ik zit nog... Jij bent officieel gestopt met vissen? Officieel, het is... Jij bent officieel gestopt met vissen? Het is puur de vorm nog. Dit is puur de vorm, maar jij bent er helemaal mee opgehouden, je bent ermee klaar. Dus hierboven is het uitgeschakeld. Vind je het erg dat je niks gevangen hebt? Nee. Niet? Jammer. Je vindt het jammer? Jammer. Nou, ik ook. Niet erg. Maar jammer. Ja.